Zo, daar gaan we weer. Dit wordt wel weer wat hoor. Jongen, een van de coryfeeën van DVS. Maar ik heb natuurlijk eigenlijk alleen maar coryfeeën gehad. Echt voetballers die je nooit meer van je leven vergeet. En dat is wel sowieso genieten geweest. Maar met deze, dat wordt ook wat hoor. Hele lange, met een verwoestend schot in zijn linkerpoot. Dat weet ik nog wel. Kiek, daar zou je hem hebben. Met de stok. Oh, dan weet u wel over wie ik het heb. Kijk eens. Dat is hem. Jan. Goeiedag. Met zijn verwoestende linker. Ja, zo is het. Ja, zeker. Je mag hem nog wel iets lager doen hoor. Als je... Hey, wacht. Ja, ik heb hem. Ja, zo prima. Zo is het prima. Lekker hè? Ja. Mooi. Goed. Nou, daar gaan we hoor. Hey. Stukje hier. Ja. Ermelo en omgeving. Zo. Oké, ben je het nou al aan het opnemen of zo? Ja, absoluut. Oh. Jazeker. Alles. Oh, is dat de camera dit? Ja. Oh. Dat noemen ze een GoPro. Oh. Ja, dat is een mooi dingetje hè? Ja, mooi zeg. Die kun je ook met skiën, weet je wel, op je kop zetten. Ja. En dan zie je zo de omgeving en voor je, skiers voor je. Ja, die heb ik natuurlijk menigmaal op mijn voorhoofd gehad en dan ging ik al die skiers weer voorbij, weet je wel. Om een veiligheid gewoon, oh god, ja. Laat ik dat maar doen. Ik heb hem eigenlijk nooit om zowat, of nooit. Dan zeggen die kleinkinderen, opa, je hebt dat ding niet voor. En jij bent ook onderwijzer geweest of in die toestanden. Ja. En jij weet ook wel hoe het hoort, hè? Ja, precies. Ja, ik ben het ook wel eens vergeten hoor. Een van de eerste opnames was ook, weet je wel, wat dan word ik nou? Ja, ja prachtig. Ja, en het staat op de gevoelige plaat, weet je wel. Ja. Dus de politie die kan het zo nakijken. Ja, zo is het. Voor je het weet heb je hem bekeurd. Ja, het is zo hoor. Jan, bijna 80. Ja. Zo de ballen zeg. Ja. Oh man, wat een leeftijd hè. Ja, dat is wat hè. Je bent van 1943. 1943, 9 juni 1943. Oorlogskindje. Ja, precies. Knijter. Ja, ja. En je bent geboren in Ermelo. Ermelo, ja. Ja? Ja, precies. Je bent een echte Ermelo. Ik ben een echte Ermelo. Mijn vader die kwam uit Vlaardingen. Maar ik ben echt en mijn moeder was ook een echte Ermelo. Die was op de boerderij geboren. Ja. Die heette van de familie Toes, die woonde achter Veldwijk. Ja. Daar waar Dick Brons woonde, weet je wel. Als je daar, waar nou Aalt van der Meen woont, daarachter, die boerderij, waar die Brons woont, daar hebben mijn moeder gewoond vroeger. Ja. En mijn moeder, toen is mijn vader vanuit Vlaardingen naar Harderwijk gegaan. De slagerij begon op het kerkplein, tegenover de kerk, waar vroeger die Chinees zat. Weet je wel? Ja. Tegenover het kerkplein. En die is daar toen een slagerijtje begonnen. En die gingen toen venten met langs de deur heen. Met een man vlees. En toen kwam die daar bij de boerderij. En mijn moeder was een hele knappe vrouw. Mooi zwart haar en donker haar. Mooie ogen. Ja. En die kwam bij mijn vader. Was nogal een beetje kortachtig. En weet dat? En die zag die vrouw. Die werd in één keer... Ik denk, wat is dat een mooie vrouw zeg. Ja, dus je lijkt wel een beetje op je moeder ook. Ja, precies. Oh. Ja, nou. Ja. Nee, maar het is zo. Daar ben ik ook trots op hoor. Ja, ja mooi. Dat is gewoon zo. En heb je ook nog een mooie vrouw getrouwd? Ja, precies. Hè? Potverdorie. Precies, wat jij nou zegt. Je hebt haar nou net ontmoet, je kent haar ook wel. Ja, zeker. Die schippertjes. Ja. Paarschipper, die was onderwijzer, dat was timmerman. Ja. Die was koster en die was verzekering. Die man die heeft eigenlijk al niet hard gewerkt. 9 kinderen. Ja. 9 kinderen, 7 meiden. Ja. En 2 jongens, Jaap Schipper en Gijs Schipper. Ja. En toen ik daar kwam, voor het eerst. Ja. Ik vergeet het nooit meer en heb ik het nog wel vaak over. Als we een familiedag hebben of een of ander. En hij zegt, toen ik daar kwam bij een paar schippen voor het eerst. Hij zegt, Jan, hij kon mij wel. Hij zegt, Jan, jij hebt de beste. Ja. Hé? Zei die andere meiden. Dus dan, jij hebt de beste ertussen uitgehaald, zegt hij. Ik zeg, maar daarom kom ik ook hier. Ja, prachtig. Die meiden waren al jaloers. Ja. En Gerry die kon heel goed met de vader.
En als er wat was, problemen die meiden, ja. Dan kwam die bij Gerry praten, zeg je, ja, wat denk je ervan, weet je wel? Ja, ja. En die man, nou, die eerlijk waren, heb ik altijd... Dus dat was ook een beetje zijn liefje, zeg maar. Precies. Die, ja, en ik was eigenlijk ook, van de zwagers, ook een van de beste. Ja, ja. Maar Betsy was ook wel een leuke meid. Betsy, hè? Ja, vriendin precies. Van Gilda. Ja, precies. Ja, van dat mijn was vrouw. Ook zo. Ja. Dat klopt. Ja, het komt allemaal bij elkaar. En, maar dan kwamen een paar schippen altijd, joh, als er moeilijkheden waren in de familie, en dan kwam ik praten met Gerry en zei, ja, wat denk jij ervan, weet je wel. Ja, ja. Nou, dat altijd, maar dan, als er een verjaardag was, dan zei ik van, nou, dan deed ik een toespraakje en dan zei ik van, ja, moest luisteren, ik kwam, oh, begint hij weer, oh, dat willen we heel niet aanhoren, deze de oren dicht, die meiden ook, waar is nog jaloers ook, waarom nog jaloers ook? Ja, prachtig. Echt maar. Prachtig. Hé, hey, en ja, altijd in het vlees gezeten en daarom ben je natuurlijk zo oud geworden ook. Nee, dat zal ik jou vertellen. Ik was toen op school, dat is eigenlijk hetzelfde gelopen zoals met Richard nou met de zaak. Ja. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om slager te worden. Ja. Ik, met onze buurman Vlijm, Jan Vlijm zijn vader, ja. Die werkte op het ziekenhuis, die was timmerman. En die deed allerlei klusjes bij ons. En ik denk, joh, dat is mooi, joh, die timmerman worden. En mooi een zomerhuisje in elkaar zetten en weet ik wat allemaal. Dus maar ik had ook altijd een beetje de pest aan de winkel. Het was altijd schoonmaken en altijd dun. En ik kneep hem er altijd tussenuit. Ja. En als ik dan voetballen moest, dan was ik al weg. En dan zei mijn vader, smiddags, dan was de winkel zaterdag tot 6 uur open. Ja. En dan moesten ze dan schoonmaken s'avonds. Ja. 9 uur was die klaar en dan begon pa al het geld te tellen. Zat hij aan de tafel. Kleine geld, alles tellen. Ja. En maar ik denk, ja, ik moet niet voor 9 uur thuis. Want ik had met mijn broers, met Teus en met Giel, ik had ook 4 broers, zat ook allemaal in het feest. Ja. En zei die klootzak, die Jan, die is altijd weg. Altijd voetballen en altijd weg, nooit werken. Nou, dus dat was allemaal niet zo prettig onder elkaar. Ja, prettig. Je hebt wel gelijk, want Freddy, die, waar ik mee gevoetbald heb, ja, precies. Waar ik bij in de A-junioren zat, ja, weet je wel. Ja, ja. Ja, die heeft van zijn vader gewoon geen kans gekregen om zich echt te ontwikkelen. Die, ja. die moest maar precies. Die in de zaak, weet je wel. Precies. Maar dat vond ik wel jammer, hoor. Ja, en die, maar die was eigenlijk... Die oude koopman was een lastig mannetje. Ik vond het ook geen prettige man, hoor. Dat mag ik niet zeggen, maar dat was zo. Ja. Om mee om te gaan. Ja, ja. Als wij zaken, als slagers bij elkaar waren, hij was altijd dit en dat, weet je wel, hou maar op. Zwart-wit. Ja, precies. Zwart-wit, ja. En als we met Kees Goeds en met de oude Goeds bij elkaar zaten en de koopman erbij, nou, dan was je klaar. Dan kreeg je op de shoulder ook nog van hem, weet je, want hij wist het, weet je wel. Ja, ja. En zulke dingen, ja. Maar dat was bij ons thuis ook zo, want als ik ging voetballen, ja. Zaterdagmiddags, toen waren er nog geen supermarkten, hè? En dan was het altijd hartstikke druk in de zaak. Ja, de hele dag stond de winkel vol. Ik heb ook nog wel in de rij gestaan. Verdomd zich. Ja. En dan denk ik, jongen. En dan zei mijn vader, toen was ik al getrouwd met Gerry. Ja. En toen was ik in de 20. En toen zegt hij, je gaat vanmiddag niet weg, hè? Maar, dan mocht ik ook wel eens iets later komen. Dan moest ik om 2:30 voetballen. En dan zeg maar een uur voor die tijd, weet je. Ja. Dan ging ik iets later. En dan hield ik mijn witte jas aan. En zei, pa, het was zo druk in de winkel. Het stond pionvast erin. En je gaat niet weg. Ik zei, nee. Maar ik had mijn fiets al om het hoekje bij Jaarsma. Bij Jan van Maassen weggezet. Ja. En dan zette ik hem daar. En die tas er ook al bij. Ja. En deed ik net of ik iets moest schoonmaken al. Met de witte jas aan. En dan vloog ik zo om het hoekje heen. Op de fiets. En weg. Ja. En dan kwam mijn vader, die kwam bij Gerry thuis en zei, waar is Jan? Ja, dat weet ik niet, zegt Gerry. Die was gewoon bang voor die ouwe. Die zegt, wat zegt hij? Hij mocht helemaal niet weg. Oh. Maar dan was ik weg, dan was ik aan het voetballen, ja. Weet je wel? Ja. En dan kwam maar ik zat je toen al in het eerste of niet? Ja, ook ja. Al. Ja, godje. Ja, en dan kwam ik aan de Lierikosetstraat. Ja. En die ouwe die kwam zo naar de Lierikosetstraat en zei, waar is Jan? Toen was ik er niet. En Gerry was heel zenuwachtig ervan. Ja. Nou, jullie mogen helemaal niet weg. Dan kwam ik s'avonds, keek nog een schop onder mijn reet ook. Als ik thuis kwam, een uur of 9. Weet je dat? Ja, dat is zo. Wat een andere tijd. Ja, joh. Jongen. Dat was toch niet normaal meer? Nu is het een voorbereiding, die duurt gewoon uren. Ja. Hè? Ja. Die moet wel 3 uur van tevoren aanwezig zijn. Ja, precies. Hè? Maar was toen die tijd niet? Wedstrijdbespreking, warming-up, ja. De hele bliksemse boel. Ja. Hey, 1953 ben jij... Ja, 43 geboren en 53 ben ik... God, ik heb vergeten dat kaartje mee te nemen. Dat gele kaartje, een geschreven kaartje. Ja. Heb ik nog thuis liggen. Ja.
1953 ben ik lid geworden. En dat is nou, in augustus is dat dan 70 jaar geleden, ja. Dus toen was ik 10 jaar. En wat had je toen voor elftal te spelen bij Hamster daar? Een paar Oude Nijkerkerkenweg, hè? Ja. Hè? Oude Nijkerkerkenweg, ja, toch? Ja, ja. Ja. En daarbij had je maar een paar senioren elftal, een paar junioren elftal, een paar, hoe heet het? Het was verder helemaal niks. Het was helemaal verder helemaal geen elftal, dus wat? En een eerste en een tweede, ja. En een paar jeugdelftallen. Ja. Ja, dat was na de, uiteindelijk in 1903, was het na de oorlog, 10 jaar na de oorlog. Ja. Was er eigenlijk nog niks? Hey, noem eens een paar namen. Toen jij 10 jaar was, bij wie kwam je toen in het elftal? Ja, ik. Dat weet je, ik weet heb, je ik nog? Heb nog een foto liggen waar Kokkie op staat en Joop, ja? Bakker en Kokkie. Weet, ja, ik wat allemaal. En, ja, en Gijs Nimmerdor. Koekoek. Koekoek ook, geloof ik nog. Beck, ja. Koekoek, ja. Peter van Beek. Peter ook nog, geloof ik. Ja. Ik heb nog een foto liggen daarvan. Ik heb er eigenlijk helemaal niet naar gekeken, omdat jij nou... Ik ben me eigenlijk helemaal niet voorbereid, ja, op heb, dingen. Ik heb me wel voorbereid. Weet je, ik heb dat boek van 75 jaar. Oh ja. BVS, weet je al. Oh ja. En ik heb natuurlijk foto's gekeken. Ja, ja. Gekeken, ja. Waar jij dan op stond. Ja. Hoe lang heb je in het eerste... Nou, ik zou je vertellen. Ik mocht eigenlijk... Toen ik dan ongeveer, weet je, toen wij in 63 kampioen werden, geloof ik, weet je, wat die foto die er hangt met, ja, met het eerste, weet je, ja, in de business. Oh, dat weet ik nog zo vreselijk goed. Weet ik, je was, wel, ik was 14, enorme fan. Ja. Ja, en we werden kampioen, machtig. Ja, ja. Maar, en toen speelden we, toen was het hoofdveld er nog niet. Daarnaast, ja, weet je wel, dat veld, daar, ja, zijn we toen kampioen geworden. Ja, weet je wel? Veld 2, ja. Ja, precies. Ja. Ja. En wat wou ik nou zeggen, wat vroeg jij ook weer? Hoe lang je in het eerste jaar gespeeld, ja, hebt? Ja. Nou, ik was geloof ik, toen als ik net getrouwd was, ik geloof 22 of zo, 23. Ja. En, maar het werd steeds heter onder mijn voeten. Ik kreeg een beetje woorden met mijn broers. En jij altijd weg en jij staat maar een beetje in de winkel en een beetje te verkopen. En verder doe je ook geen flikker. Ja. Uiteindelijk, en mijn broer, die kijk uit hoor. Ja. Mijn broer die... Die slachtte altijd, die was altijd in de worstmakerij en, die, en ik stond altijd in de winkel. Ja. Nou ja, ik probeerde die vrouwen allemaal een beetje over te halen en te verkopen. En mij geloofde ze toen de tijd nog een beetje. Je kon wel redelijk met vrouwen, ja, overweg, ja. En toen zei ik, ja, maar dat kan niet langer, joh. Het werd tijd, toen op een gegeven moment, de ene wedstrijd heb ik mijn enkel gebroken of weet ik wat. Ja. Ik zat zomers keidruk. Ik weet nog zo, ik zat achter in de tuin, ik kon helemaal niks. Bij ons had het allemaal het zweet op de kop van het werken. S'avonds nog doorwerken, ik kom allemaal door die klootzak van Jan. Ik dacht altijd dat jij een keiharde werker was, joh. Ja, was ik ook. Ja, dat was je ook. Maar wel, ik ging overdag van werken, ja, ja, met s'avonds ook mijn plezier hebben. Zaterdag was heilig natuurlijk, ja, voor jou. Nou, ja. En toen zegt... En terecht, hè? Ja. Terecht. En toen zegt hem, hoe heet dat... Mijn broers, en dat moet afgelopen en je bent nou onderhand getrouwd en dan moet je een beetje wijs worden, je moet hard voor de zaak hebben. Oh, oh. En nee, dat was gewoon zo. Oh, ja. Dat was gewoon zo. Ja. Die werkte altijd en ik deed niks. Nou, ik stond de hele dag van morgen vroeg tot avond laat in de winkel en ik verkocht als de pest. En hun, ik zeg, jullie mogen alles klaarmaken en ik verkoop het wel. Ja. Ja. Want toen had je je bekken al wel op de goede plek zitten, of niet? Ja, ja, tuurlijk. En als ik zei bijvoorbeeld dat zegt iemand, mijn vrouw, die zei van nou, ja, die moet een lekker biefstukje hebben, ja, maar jij moet hem afsnijden, Jan. Ik zei, dat komt voor elkaar, hoor. Yo. Hij lag er klaar, dus. Hey, toen de tijd had je nog een elftalcommissie, hè? Ja, precies. Heb jij wel eens iemand van de elftalcommissie een biefstukje beloofd als, nee, jij in de basis... Nee, ik heb ze wel, nee, ik heb ze wel uitgescholden. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je dat doet. Weet ik, joh, heb me wel uitgescholden met Evert Nieveld en weet ik wie er allemaal in zat. Even Lubbers en weet, ja, ik. Ja. In hele Elf zat het bij, ja, huizen gaan en dan moesten wij wachten dat de Elf had bekend. Ik zeg, klootzak, hoe kan ik er nog niet in staan? Joh, dat kun je toch niet maken? Ik ben even de beste voetballers. Ja. Kijk, en dan zeg je, oh, Bobo, ja jongens, we moeten een keuze maken. Nou, en dit en dat. Nou, dat was toen met die elftalcommissie. Ja. Nou, het is toch wat, hè? Dat er toen, ja, een elftalcommissie was. Ja, dat was wat, hè? Totdat Bert Woutersen kwam en, ja, die zei, wat, elftalcommissie?
precies. Ik beslis wie er... Ja, precies. Hè? Dat is toch ook logisch? Okay. Ja, jij bent Wouter, zeg ik, de laatste nog over gesproken. Zeg, man, jij was een hele goede dier. Een training gaf die jongen geweldig. Je had de conditie in je barst. Ja. En een intervaltraining, alles was echt geweldig. Nou, ik heb hem ook meegemaakt, maar hij gaf ook trainen aan de A-junior. Hè? En die gozer die kon ook nog een balletje trappen, want we hebben toen tegen Velox gevoetbald. Ja, en hij deed altijd mee met het partijtje. En af en toe dan zette ik hem, ik geef af die bal, zei hij, maar ik pielde nog wel met die bal. Dan zat ik in de hoek en neem mijn kont erin. En op een gegeven moment komt hij eraan runnen. En hij denkt, nou zal ik hem een trap voor de flikker geven, dacht hij. Maar ik stapte net over en dan viel hij op zijn bek toen. En, ja, echt waar. Dan zei hij, geef me die bal, geef hem. Maar er zaten 2-3 mannen, maar ik had hem al lang moeten geven. Ja. Wat waren jouw concurrenten? Buitenplaats. Jacob vroeg op, volgens mij? Nou, nee. Ik kwam weet je hoe dat kwam? Die kwam later. Ja, nee, ik kwam met Wim Verleven, speelde ook in de eerste. Ja. Afwisselend met mij. Maar ik was altijd nogal een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, met trainers, ja, net zoals met andere mensen, als ik op een gegeven moment denk, blikskater, dan ging ik ook met mijn kop tegenin, weet je wel, dan zei ik, nou, bekijk het maar hoor. Ja. Zet me maar in tweede, zei ik dan, hè. Zet me maar in tweede, joh. Ja. Ik ga geen reserve staan, verrek maar, dat doe ik niet. Ik wil eerst maar in tweede zitten. Ik heb toen een keer met Drent mee, die gooide me toen naast. En dat was Gijs Hunestein, die was coach bij hun. En toen zette hij me ernaast. En maar op de training, donderdag, ik zeg, toen moest Gijs tegen mij, nou, we moeten vanavond bespreken. Na de wedstrijd, donderdag zelf, voor de wedstrijd van zaterdag de bespreking. Ik zeg, joh, ik ga helemaal niet mee, want ik weet zeker dat ik ernaast sta. Hij zei, Gijs, dat is helemaal niet waar. Ik zeg, ik ga niet mee. Ik ben de bespreking, verrek maar. Zet me maar in tweede, ik ga niet mee. En Gijs zegt, nou, toen kom ik terug. Wie stond ernaast? Jan Vlins. Ik zeg, hè? Nou, ik zeg, zeg het toch, Gijs? Ik zeg, Drent, die zette me toen naast, die kloot. Die geweldig. En toen op een gegeven moment, nou, dat was om het wedstrijden, en daar gaat het om. Jij zegt, wie was je concurrent? Wim Verleven was heel technisch voetbal. Ik kon goede bal geven. Ja. Hè, maar Wim was zo bang als een wezel. Ja, als je maar een keer een goede opflikker gaf. Ja. Of je gaf, ik praat eigenlijk een beetje te onbeschoft. Als ik nou zo hoor. Nou, nee hoor. Nee, valt voor mij. En toen zei je, weet dat van Wim. Weet dat Wim, die, als het in een wedstrijd was en die zat hem goed op zijn barst, nou, dan was Wim nergens. Ja, dat was het nergens. He? Ja, dat is met bepaalde spelers, die kunnen hartstikke goed voetballen. Ik heb een keer met hem gezaalvoetbald. Oh ja. Een heerlijke zaalvoetbal. Ja, precies. Precies. Technisch zo goed. Precies. Oh man. Precies. Heerlijk. Ja. Daar heb je het. En dat is, jij bent nou over zaalvoetbal. Ja. Nou, ik heb toen die tijd bij de dwarsliggers geweest. Ja, ik ben een dwarsligger. Ja, en toen wij met Gijs Hunestein. Dus en met de oude Dijkhuizen, Gerrit zijn vader. Zei, nou, wij gaan een voetbalclub op de dwarsliggers. Ja. Want die had de top 4, daar zat Jan Dooijwaard bij en al die mannen, weet je wel. Ja. En die zeiden, nou jongens, ja, wij zijn de beste. Ja. En Wim Schuur stond bij ons in de kool. Ja, en met Johan van Beek en die alle wijk wonnen met de dwarsliggers. Ze kregen allemaal klap van ons. Want we vlogen erop, joh. We vlogen erop. Ja. En dan was die scheidser, die Doppenberg, weet je wel? Ja. Die was ook een zaalvoetbalscheidser. Nou, die kon eigenlijk af en toe gewoon niet in de hand maken, houden. Maar toen werden wij van, wij werden kampioen van weet het, die afdeling. Want het was Ties Kleefman, die had het toen al opgericht, geloof ik, of niet? Ja. Ja. En toen werden wij met die houthakkers, zeg maar, zoals ze zeggen. Ja. Nou, wij speelden iedereen, iedereen kreeg klap van ons. Ja, ik zat natuurlijk bij Bordkrijt. Oh ja, jij zat bij Bordkrijt. Oh ja, ook Wim Wenink, dat was ook een goede zaak. Ja. Ook een technisch mannetje, beide Wenink. Jan en Wim, daar heb ik ook mee gevoetbald. Ja, die staan ook nog op die foto van 1963. Tuurlijk, dat weet ik. Ik ben echt, ik gaf me op, 10 jaar later, dan jij, zeg maar. Dus op 1953 jij, ik in 1960, 7 jaar later, zeg maar, weet je wel, toen was ik 10. En toen volgde ik DVS altijd, toen stond Van der Laan. Ja, Arie van der Laan. In de spits. Ja. Ja, Arie van der Laan. Ja, wat is dat nou, joh? Ik dacht, je moet er aangehouden, politie. Die moet erin draaien, ja.
Ja, dat klopt. Want die Arie van der Laan die zat toen, ja. En die is ook nog begeleider geweest, dat weet ik nog. Ja. Die was van ons toen die tijd, Arie, met die bos haar op zijn kop. Ja. Dat was een hele bonkige spits. Die zat kort aan de bal en die klapte erop, hoor. Ja. Dat was toen nog vierde klas, hè, DVS? Ja, dat kan wel, ja. En jullie werden kampioen in 1963, toen derde klas. Ja. Nou, je hebt natuurlijk wel mooie tijden meegemaakt, of niet? Ja, joh. Verdorie, en die derbies tegen SSC Putten, dat weet ik nog wel. Met die oude douche als grensrechter. Oh joh. Zo gemeen als ja, als nee, weten. Maar toen ben ik Tony van Malenstein, die is geloof ik nou overleden. En als wij, ik ging wel eens naar SSC kijken en die zat altijd in het hokje daar een kaartje te verkopen. En dan zei ze altijd tegen mij, Jan, daar heb je je vriend. Ik zeg, ik heb heel weinig vrienden. Ik zeg maar... Hij heeft me nooit meer aangekeken. Dat was toen die wedstrijd, SEC DVS. Ja. Nou, op het oude Schonebeekveld, waar het feestterrein was daar, voor de Putten. Ja. Dat weet jij misschien niet meer. Ja, zeker. Weet je wel, dat was maar één veld. Ja, dat weet ik. Er zat helemaal geen gras meer op, zowat. Ja. En dan had je van die betonnen paaltjes met ijzerdraad er langs heen. Ja. Nou, je zou zo te barsten vallen. Ja. En ik boog altijd nogal door. Ja. Omdat ik eenmaal de gang te pakken, dan trok ik ook niet terug. Ja. En dat geeft allemaal niks. En je was natuurlijk bekend om je verwoestende linker, hè? Ja, precies. Godverdorie, die ballen de kruising in jagen. Heerlijk. En toen speelde Wim Campos, die heeft ook de later is die BSC, Wim Campos, Epi Campos de vader, hè? Ja. Wim, weet je wel, die bij ons aan de teller te weg woonde. Ja. Ja. Die voelde toen bij DVS, die speelde in de spits. En wij maken 1-0. En, en er was een rode scheidsrechter, die mocht mij ook niet zo, want ik had altijd een grote bek. En ik zei, puppen me al die mannen, tikkie, 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 tikkie. Ik eiste de bal op, ik kom op met die bal, weet je wel? Ja, ja. Nee, de heus niet de een of ander om flink te doen, maar dat zat gewoon in me. Ja. Dat zat gewoon in me. Ja. En daar, ik was niet zo technisch, maar iemand die bijvoorbeeld... Later, toen werd ik een beetje grijs, zei je, is die ouwe er niet bij, weet je wel? Ja. En nee, zulke dingen. En je hebt gevoetbald tot je 30ste? Nee, tot de 28 geloof ik, 27, 28 jaar. Ja, was toen oud. Toen moest ik, nu zijn ze 35. Toen moest ik ophouden, je mag niet meer voetballen. Ja. Dan brak ik mijn poot, dus mijn vader zei, het is afgelopen met jou. Ja. Nou, toen was ik al getrouwd. Kijk, zoveel eerbied had ik voor mijn vader en moeder. Ja, nee. Goed. Maar helemaal top. Nee, maar zo is het. Ja. En ik kreeg alles tegen. Ja. Nou ja, dat heb ik nu op het ogenblik nog van een boel mensen. Want ik ben eigenlijk, wat ik je nou vertel, mijn kindertje, pa, doe het maar niet. Want jij bent nogal vlot met je mond en je gezicht, soms de dingen, daar krijg je later spijt van. Ja. En dat wil ik ook heb niet. Heb je daar wel eens spijt van? Jawel, ja. Weer loopt de kanker op die tribune, potverdorie. Ja. Ja. Speel die bal nou niet terug of zij, ga naar voren. Ja, maar daar heb ik spijt van. Maar ik weet je wat het is, Piet? Ja. Ik wil, ik kan heel slecht tegen mijn verlies, al is het. Ik ben gisteravond wezen klaverjassen hier bij DVS, of hier al, met Westerkerk zitten wij nou, met een clubje. Ja. En dan zitten er een paar, die zijn zo dom te kaarten, en dan vreet ik mij gewoon op. En dan zeg ik, tjoe, jongeman. Hier zo. Hier hebben we gisteravond geweest. Ja. Ik zeg, hoe kun je dat zo doen, je kloot? Dan zit je aan te kijken, blablabla. Ja, jij kan kaarten. Ik sta niet voor niks bovenaan. Nee, dat is zo. Ja. En dat zijn dingen, daar ben ik... te vlot mee met te zeggen van ik ben op kegelen geweest met Kokkie en met al die jongens. Dat zit gewoon in je. Ja, en ik doe het niet expres hoor. Nee, ik ga heus niet kanker, ik ga niet iemand zeggen van ja, jij bent dit, jij bent dat. Nee, de wil om te winnen, wat jij zegt, pas zei je van ze hebben ervoor gewerkt. Ja. Nou, daar kan ik me bij neerleggen. Ja. Als de mensen erop klappen en zeggen joh, hier zijn we. Ja, absoluut. En weet je wat heel belangrijk is? We hadden het straks over Bert Wouters. Ja. Hè? Maar het is heel belangrijk. Wat is de basis is conditie in je barst hebben. Ja. Inzet tonen. Ja, zeker. En dan kun je iets tegen. Je kunt een balletje in je nek leggen. Je kunt 30 keer bal overhouden. Ja. Maar uiteindelijk de basis is conditie. Dat is het eerste wat Erik ten Hag doet. Hè? Precies. Wat hij met Ajax heeft gedaan. Daardoor heeft hij Ajax heel groot gemaakt. Precies. En wat hij nu bij Manchester United doet. Die jongens zijn zo fit als een hoentje. En pas dan kun je opbrengen om constant te storen. Te gaan. Ja, precies. En, ja,
Je ziet het dan aan bij Feyenoord nou. Het is uiteindelijk nou de laatste keer, gelukkig wat er nou gebeurt, dat is niet goed. Uiteindelijk denk Arjan Slot, of hoe heet die trainer? Slot. Ja, die was eigenlijk ook een beetje, die raakte er eigenlijk ook zo wat van streek van. Ja. Wat er gebeurde afgelopen en hoe spelers nou elkaar irriteren met de koppen tegen elkaar. Ja, nou, klopt. En elkaar pakken. Nou, vroeger gaf je een opzolemieter. Ja. Maar nou is het elkaar aan de kleren trekken, neertrekken. Ja. En nou, het was toch helemaal gefrustreerd afgelopen zondag. Ja, absoluut. Het heeft eigenlijk niks meer met voetbal te maken. Nee. Ze waren allemaal zo gestrest. Ja. Het leek nergens op. Nee, dat leek nergens op. Dat is toch zo? Ja, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk. Oh god, die magnolia's die zijn toch nog weer een beetje aangetast door de vorst. Hè? Ja. Heb je altijd, hè? Ja. Hey, Jan. Noem eens een paar fantastische voetballers waar jij mee gespeeld hebt. Wat volgens jou toch wel ongeveer de beste van DVS? Nou, ik wil eigenlijk beginnen met Jan Doy, waar ik denk ik ook dat hij voetballen kan, maar is altijd de beste. Die Doy was niet. Ik dacht altijd dat ze waar, de allerbeste waren. Luc ook, weet je wel. Het is jammer voor Jan dat hij eigenlijk hij nooit verder hoger opgekomen. Hij bij FC Utrecht. Geloof ik hebben ze wouden toen hebben, maar wat bleek. Jan die was een beetje te traag. Voetbaltechnisch en alles. Hij is een geweldige voetballer. Ja. Maar het is Jan ook nooit geworden. Goeie middenvelder. Goeie laatste man. Ja, hij kon dirigeren. Ja? En Jaap Tempel die stond toen achter mijn tijd. En ik heb Jaap is pas overleden. Ja. Maar daar heb ik veel verdriet van. Dat vind ik heel erg. Want die kwam vaak bij mij. Ja. En Jaap was nogal een beetje zwaarmoedig laatst. Maar ik geloof dat hij nou veilig bij de Heer is. Ja. En dat vind ik heel mooi, want ik heb nog gesprekken met hem gehad en Gerry en ik ook. Ja. Ik heb er eigenlijk verdriet van dat hij weg is. Ja. Hij kwam elke zondag aan om een bakje doen. Ja. En we hebben het ook wel eens over jou gehad. En ik zei, Piet, nou, dat is eigenlijk ook mijn vriend niet. Die heb ik ook wel eens en die zegt tegen Jan, ja, je bent altijd negatief. Je hebt altijd dingen. En ik zeg, ik ben niet negatief. Ik neem ook een voorbeeld aan Aart Gozen. Aart Gozen is ook zo fanatiekeling. Ja. Die wil ook niet verliezen. Nee, zeker niet. En ik ook niet. En ik ga niet jongens uitschelden van dit of dat. Ja. Maar je kunt wel zeggen, als er een bal ingegooid wordt en de jongens staan te kijken. Zeg, eis die bal op. Ja. Bied je eigen aan. Ja. Dat moet er wezen. Ja. En daar heb ik vrede mee. Absoluut. Dat is toch zo? Dat, en dat zie je nou bij Feyenoord, wat die Slots ervan gemaakt hebben. Ja. Die jongens die werken als paarden. Ja, als paarden. Nou, en dat kan een heleboel voorbeelden. En dat heeft hij erin gebracht. Ja, dat klopt. Zo is het toch? Ja, dat klopt. Nou, Jan Doijwaard zei je. Ja, oh ja, Jan Doijwaard. Nou, Jan was ook wel een goede voetballer. Daar zeg ik helemaal niks van. Ja. En nou, toen die tijd heb ik met Bettens en met Gijs. Bettens was heel jong, hè? Toen Bettens, die eerst ja, kwam. 15. Ja. 15 of 16? Ja. En Bettens die heeft geweldig gedaan. Dat was net een Gert Müller met zijn kont er altijd in. Ja. Draaien. En dat zie je nou niet meer. Een echte spits. Ja. Die een balletje aan kon nemen. Ja. Die zo 2-3 man pakte. Ja. Recht op de kool af ging. Zo'n beetje zo'n Gert Müller. Ja, zo'n Gert Müller. Dat was hem. Dat was hij. Ja. Die had die gave. En die was Herman Kuijthoff zei dan weer van, zijn we er toch in getuind? Ja, precies. Ja. Precies. Nou, en die konden met Gijs Nimmerdor, die vonden elkaar ook blindelings. Ja. En dat was echt, toen die tijd hadden wij ook een elftal met jongens, technisch voetballen, maar ook met werkers. Ja. He, met Eppie de Ridder en met Wim Schenk en noem maar op die man. Ja. Weet je wel? Ja. Dat zijn jongens goed voor de balans, hè? Precies. Die harde werkers. Dat precies. Was toen Nederland Europees kampioen was, had je ook zo'n Berry van Aalen, die had je ook gewoon hard nodig. Weet precies. Je wel? Berry. Precies. En maar dat waren jongens en dat mis je nou soms in elfde, denk je, joh, dat waren persoonlijkheden. Ja. Die konden een wedstrijd naar hun hand zetten. Ja. Weet je wel? Ja. En dat mis je nou een heleboel. Net als Van Hanegem, noem maar op, een Cruijff, die konden gewoon, dat waren natuurlijk talenten. Maar bij ons toen die tijd waren dat ook jongens die een balletje konden vasthouden. En dat was met Bettens ook het geval. Nou. En met Gijs Nimmerdor ook, die kon dat ook. Ja, en Kees Sterk was... En Kees Sterk was ook een hele sterke. Daar heb ik eigenlijk weinig... Ik heb er al mee gevoetbald, maar toen wij bij Hamstra voetbalden, toen Bettens is iets groter, die is geloof ik nog 86 of 87. Ja. Die is wel een stukje ouder dan mij, dat scheelt nog een jaar of 67. Ja, dat klopt. En Gijs Julestein net ook was een harde werker. Die klapte erop. Hè? Ja. En die deed net dat hij gek was. Dan stond hij met zijn kop te schudden. En dan zei hij, ik heb helemaal niks gedaan. Maar die trapte die wel voor je flikker.
En dan zat hij heel dom te kijken. Ja, ik kan het niet voor niks zijn spoiled hoor. Ja. Dan krijg je dat met die mensen die denken dat ze ook wat zijn, maar die ben nooit verder weg geweest. Ja, precies. Als hij s'avonds naar de, kwam we zo bij Hamstra vandaan, dan zaten we daar in de boerderij en dan zaten we met Hoogland daar en de wedstrijdbespreking. Ja. Nou, en dan zei hij, nou, ik moest al een worst meenemen en Wim van Leeuwen een gebak. En dan zat er nou een beetje de super daar erbij. En weet je wel. Ja. Dat was hartstikke mooi, joh. Ja, en maar die kon alles tegen elkaar zeggen. Ja. Want als jij bijvoorbeeld naar de wedstrijd en zegt, maar geef die bal eens een keer af tegen Bettens of Gijs Nemendor. Ja. Als ze niet meer doorheen kon, dan kon jij die bal krijgen. Ja. Toen zei ik de keer, ik zei, man, geef die bal eens een keer af. Ja. En we liepen het veld af en toen zegt de trainer, zegt hij, hey, wie is er nou eigenlijk trainer, jij of ik? Ik zeg, mag ik wat zeggen of niet? En dan zat hij zo aan te kijken. Nee, maar dat kon je dan tegen elkaar zeggen. Ja, dat kon je zeggen tegen elkaar. Je moest luisteren. Ja. En moet je nou zeggen? Ja. Moet jij tegen jongens zeggen die van hen zeggen, joh, ja joh, dat kan toch niet? Ja. Maar wij gingen tekeer tegen elkaar. Ik heb het pas nog met die jongens hier in Harderwijk, met Benny Frommel en met Jootje de Lange en Koera. Ja. Nou, dat was altijd erop klappen. Ja. En laat het iets minder voetbal geweest, trager allemaal. Heb je ook nog allemaal. Wel eens contact met die jongens van VVOG? Ja, joh. Ja? Om de 14 dagen ga ik daar nog. Ja, je want gaat ook wel kijken. Ze zeggen, je bent een overloper, je bent een vocher. Ik zeg helemaal niet. Nee, ik zeg, maar ik hou er, want ik hoop dat vocht erin blijft. Ja. Dat hoort toch zo? Ja. Ja, want als DWS verloren hebben ze, oh ja, maar vocht heb ook verloren. Wat een gelul is dat, zeg. Ja. Ja, dit vind ik gewoon gelul. Jij moet winnen. Ja, dat vind ik ook. Hé, wat ook bekend was van jou, dat is dat je naar de uitwedstrijden ging. En dan had je wel eens wat snelheidsovertreding, of niet? Oh ja, oh god ja, toen kreeg ik twee keer een bekeuring. Een ACV toen, de heenweg en de terugweg. Ik kwam de politie achter de man en kreeg een bekeuring van 200 zoveel euro en toen nog eentje erachteraan. Ja. Toen kwam ik thuis, had ik betaald. Ik zeg, man, ik heb hem al betaald. Ja, ze zijn op de terugweg, hij ook veel te hard gereden. Dat was er bij Hogeveen daar. En toen kwam de politie achter de man. Ja. En toen zeg ik zeg, nou geef ik nog een keer extra gas, kan mij dat verrekken. Ja. Ik heb toch een bekeuring gehad. Geweldig. Zo, we zijn er alweer. Is dat wel gebeurd? Het is niet te geloven, want het is gebeurd. Oh god, nou. Je hebt nauwelijks gekke dingen gezegd. Ja. Hey. Prima. Nou, ik vind het ik vond het leuk. Heel leuk. Ja, daarom. Ja, geweldig. Heerlijk, en, die verhalen van vroeger. Man, ja, man, is toch leuk, joh. En ik denk nog vaak aan terug. Het is gewoon zo. Ja. En je hebt allemaal wel eens met iedereen. Ja. Maar je moet proberen alles goed te houden met elkaar. Ja. En ik kan wel eens een keer Pieter zijn klotenklapper of een klootzaak. Ja. Dat, maar aan de andere kant meen ik niet. Want de jongens zijn een paar. Let nou maar op. Dat zeg ik tegen mijn eigen kinderen ook eens. Nou, dan bekijk je toch. Ja. En je hebt nou net de foto gezien hoe die gaan. Nou. Ja, ik heb zulke kinderen en denk, joh, ja, leuk. Dan mag ik trots op wezen. Ja, zeker. Zo is het toch? Ja, absoluut. Dat is het. Zo dan ben je blij dat je die hebt. Ja, en mijn kleinkinderen ook. Je hebt een heerlijk gezin. Ja, nee, zo is het. Ja. En dan moet je ook dankbaar om wezen. Ja, en zeker. Ik heb een ideale vrouw. Ja, dat dacht zo, ik. Heb he? Jij toch ook? Je hebt een knop. Die is ook toen die tijd ook nog wel. Eppie zat ook gewoon volgens mij ook nog penningmeester en zo. Ja, en weet ik in wel. Bestuur en zo. En, ja. Ja. Nou, hey Jan. Je maakt er maar wel van. Het was mij zeer aangenaam. Ja. Het komt denk ik over een weekje of zo. Dan. Maar gaat het dan op dan? Moet je het eerst nog even zien? Ja, maar ik geloof jou wel. Nee, dat komt wel goed. Je hebt niks geks gezegd. Nee? Nee. Waar kan ik dat dan op kijken dan? Want Jantje liet het laatst me zien. Ja. Toen ook voor niemand. Ja. Via YouTube, hè? Oh. YouTube en dan apenstaartje DVS en dan kom je er vanzelf op. Oh ja. Kijk je ooit wel eens livestream of niet? Jawel. Nee, ik ben met dat betreft, ik heb helemaal geen telefoon, niks. Ik heb helemaal niks. Ja. Als ik wegga en zegt ze, ze kan mij niet bellen, niks. Ja. Nee, maar dat komt wel voor elkaar. Nou, en anders weten je zoons het wel. Ja, hou je ja. Hey, Jan. Groetjes, hè. Jongen, dat is toch wel uniek, hè. Heerlijk.